Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Lindsay, ik ben transformatiecoach, healer, tweelingvlam, lichtwerker, indigo en nog zoveel meer. En het is mijn missie om boodschappen met jullie te delen, informatie te channelen. Dat is ook de reden waarom dat ik het boek 96 Vlammen heb gechanneld. Omdat het tijd is dat we het op een andere manier gaan doen. Dat we allemaal massaal wakker worden en in onze kracht gaan stappen en van daaruit ons leven gaan vormgeven. En dat is de reden waarom dat ik schrijf over manifestatie, over seksuele alchemie, over divine masculine, divine feminine, dus over de mannelijke en de vrouwelijke energieën, over de aantrekking tussen beiden, over de eenheidsenergieën. En ik moet zeggen, als je echt helemaal nieuw bent bij dit onderwerp en echt nieuw op het pad van bewustwording, dan raad ik jou aan om te starten met ofwel mijn boek te lezen, 96 Vlammen, dat is een fysiek boek dat je kan bestellen via mijn website, of het e-book, Integratie vanuit het eenheidsbewustzijn, dus van het eenheidsbewustzijn. Waarin dat er inderdaad ook al lichtcodes, in het andere boek ook natuurlijk, lichtcodes geactiveerd zijn en aanwezig zijn, zodanig dat zij jou helpen in jouw proces. En dat pakket eigenlijk met het e-book, dat ontvang je volledig digitaal, maar het mooie eraan is dat je ook extra meditaties, visualisaties en diepe transmissies onmiddellijk ontvangt, waarin dat ik ook al met die universele vlammen werk. Want dat is een manier waarop dat we meer en meer gaan werken en meer onze eigen healing in handen gaan nemen. En dus niet meer afhankelijk gaan zijn van andere doktoren of wat dan ook. Nu, vandaag wil ik het met jullie hebben over een volledige eenheid bij tweelingvlammen, dus Divine Union. Er is heel veel over te vinden, maar jammer genoeg ook heel veel verkeerde informatie. Nu, het belangrijkste is dat je weet dat een volledige eenheid bij tweelingvlammen zich eerst manifesteert in de 5D. En dan is het eigenlijk een kwestie van tijd vooraleer dat zich uiteindelijk ook gaat manifesteren in de fysieke realiteit. Nu, net daarom zeg ik tegen iedereen die tweelingvlam is en die met mij samenwerkt, focus op je eigen proces. Focus op jezelf om je eigen energie zuiverder te maken, zodat je eigenlijk op dezelfde energiefrequentie komt. Want door die hoge frequentie versnel je eigenlijk het proces ook van jouw tweelingvlam. En dat is onmiddellijk ook de manier waarop je heel goed kan weten en gaan ontdekken of dat iemand echt jouw tweelingvlam is of niet. De eerste vraag is natuurlijk van, resoneer je zelf met het woord tweelingvlam? Ben je een tweelingvlam? Want niet iedereen is een tweelingvlam natuurlijk. Niet iedereen hoeft ook een tweelingvlam te zijn. Het is afhankelijk van wat dat jouw ziel hier wenst te leren, wenst neer te zetten, wenst te komen doen, dat bepaalt of je een tweelingvlam bent of niet. Nu, via de energetische gouden koord dat er is tussen jou en je tweelingvlam, worden er constant verschillende codes geactiveerd. Zodanig dat je eigenlijk aan je ware missie kan beginnen. En wanneer dat jij eigenlijk de persoon bent met de meer vrouwelijke energie, dan ga je merken dat jij degene bent die is de hele tijd, heel lang in de race, de tweelingvlamreis, als eerste voorop mag gaan lopen. En alle stappen dat jij zet in jouw proces, hebben automatisch een invloed op jouw echte tweelingvlam. En dat komt door het feit dat jullie dus die energetische gouden koord hebben, maar ook omdat jullie dezelfde oorsprong hebben. Jullie zijn eigenlijk van dezelfde... van dezelfde frequentie energie gemaakt, van dezelfde pot, van dezelfde deeg, of hoe moet ik het gaan uitleggen. Dus uiteindelijk, wanneer je het pad van een tweelingvlam loopt, dan is het belangrijk dat je heel goed beseft dat het zijn van een tweelingvlam nooit om de relatie gaat. Maar wel om wat dat die connectie met je doet, eerst op energetisch vlak, en dus uiteindelijk met de groei van jouw ziel. En dan in latere tijd, afhankelijk van de missie en de keuzes die jullie als ziel gemaakt hebben, komt er daar ook zaken bij in de realiteit, in de 3D. Nu, wanneer je ontdekt dat je een echte tweelingvlam bent en dat je tweelingvlam uiteindelijk in je leven komt, dan stap je eigenlijk op een rollercoaster, maar zonder bescherming. Er is niets om je aan vast te houden en niemand begrijpt of weet wat hij werkelijk doormaakt, tenzij iemand anders die ook echt een tweelingvlam is en die ook echt het proces aangaat en aangegaan is. Het is eigenlijk een beetje een me, myself and I story. Wetende dat je eigenlijk de enige bent die begrijpt en voelt wat hij doorheen gaat, je tweelingvlam is. Maar zeker in het begin is die communicatie, die open en eerlijke communicatie, nog niet voldoende sterk om daar inderdaad ook constant bij elkaar tevoren kunnen aankloppen. En dat is net de uitdaging, want niet alles wat in 5D gebeurt, heeft dezelfde weerspiegeling in 3D.
En dat is dat de illusie die we trachten te ontsnappen, door te vertrouwen op de signalen en de boodschappen die je ontvangt in 5D. En daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging, de grootste les, waardoor veel tweelingvlammen niet in union zijn en niet in union komen. Omdat ze eigenlijk nog veel te veel luisteren naar anderen. Ze nog veel te veel ervan uitgaan dat de readingen dat ze bezien, dat triggert constant hun angsten. Dat triggert constant hetgeen waar ze zo meeste bang voor zijn. En ze gaan eigenlijk op die manier hun eigen union, hun eigen eenheid gewoon constant maar de toekomst induwen. Omdat ze hun aandacht veel te veel naar buiten brengen. En dat ze niet naar binnen gaan, niet met zichzelf aan de slag gaan. Want het is belangrijk om de juiste leiding daarin te kiezen. Want die anderen die kunnen je eigenlijk geen advies geven. En zeker al niet wanneer dat ze geen tweelingvlam zijn. Bovendien, wanneer ze voorspellingen of readingen doen, bijvoorbeeld over tweelingen, en zelf ook geen zijn, dan zullen ze je nooit verder kunnen helpen om in energie te verhogen en je in die eenheid te brengen met je tweelingvlam. Simpelweg, gewoon doordat ze niet over de juiste codes beschikken. Ze hebben niet het juiste referentiekader om jou op weg te zetten. Dus wees daar bewust van. Heb dat in je achterhoofd en dat maakt de juiste keuzes. Het antwoord waar jij naar op zoek bent, ligt en is geprint in je blauwdruk. Dus dat betekent als je naar jezelf luistert, naar jezelf, je eigen energie, je hoge zelf, of maakt niet uit hoe je het noemt, je ziel. Als je daar naar luistert, ga je automatisch stappen zetten die aangepast zijn aan jouw proces en dus automatisch aan waar dat jouw tweelingvlam eigenlijk op dat moment zelf staat in zijn of haar proces. En maakt het alles veel gemakkelijker? Nee. Integendeel, want ook hier komt ons ego, twijfel, angsten constant van voortdurend opzetten en kan je eigenlijk ook jezelf gewoon constant voortdurend saboteren. Daarom maak ik ook heel veel video's rond de mind, rond gedachten, rond hoe dat je eigenlijk je eigen kijk op het leven en op je connectie, op jezelf kan veranderen. Nu, de connectie met je tweelingvlam die wordt sterker en sterker terwijl dat je ziel naar de ziel van je tweelingvlam eigenlijk getrokken en geduwd wordt. Wat maakt dat wanneer je meer en meer luistert naar je eigen intuïtie, ga je automatisch die verbeteringen zien in je connectie, waardoor je meer vertrouwen krijgt in jezelf en natuurlijk nog meer gaat gaan luisteren naar de nutjes, de zachte roerselen van je ziel die jou in een bepaalde richting duwen. De interactie tussen jullie energieën die wordt ook sterker, waardoor je eigenlijk op elk moment van de dag kan herinnerd worden aan jouw essentie, dus jouw tweelingvlam, en ook aan jouw eigen taak hier op aarde. Je tweelingvlam is eigenlijk het vuur, de vlam die je veilige toren, waar je altijd hebt ingezeten, volledig gaat gaan afbreken, totdat je open en bloot voor de volgende toegangspoort eigenlijk komt te staan. Want enkel vanuit volledige zuiverheid en afstemming met je ziel, ben jij in staat om de vruchten van die diepe connectie, van die hele diepe krachtige connectie, te ontvangen en door de poort naar het volgende level in jouw groei en bewustzijn te stappen. Door je schaduwen en je diepste emoties aan te kijken, dan zal je ook terug verrijzen vanuit die assen van je afgebrande toren, als het ware. Want je bent krachtig genoeg om de wereld aan te kunnen zonder jouw toren, zonder je beschermingsmechanismen, zonder je verdedigingsmechanismen. Wanneer je in je kracht staat, dan kan je ook gewoon zijn wie dat je bent, zonder bang te zijn voor kritiek, zonder bang te zijn voor commentaar van anderen. Omdat je weet dat de wonden in jezelf geheeld zijn. En dat wanneer mensen kritiek naar jou spuien, het vaak enkel alleen maar komt vanuit hun eigen gekwetste stukken. Wat maakt dat niemand anders in staat is om jou zo ver in die groei te duwen? Of eigenlijk de enige die sterk genoeg is om jouw toren in brand te steken en volledig tot op de grond te laten afbranden? Dat is omdat jouw tweelingvlam jouw ware essentie weerspiegelt. Dat is eigenlijk de geascendeerde versie van jouw ziel. Dus dat wil zeggen dat als je kijkt naar de energie van je tweelingvlam, dus voorbij het ego, voorbij de zaken waar zij nog moeten aan werken, dat je eigenlijk een perfecte versie van jezelf ziet. En andere zielsconnecties die zullen ook jouw muur afbreken en ook jouw lessen leren, maar die zullen nooit je volledige toren gelijk kunnen maken met de grond, omdat er altijd nog stukken zullen zijn in je onderbewustzijn dat zij niet kunnen triggeren, dat zij niet kunnen spiegelen. En dat is net nodig, zodat jij als tweelingvlam dan verder je ware essentie kan neer gaan zetten op aarde. Een kanaal kan zijn voor die onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen voor naar je tweelingvlam toe, maar naar iedereen en alles om je heen. Want onvoorwaardelijk is zonder voorwaarden. Dus ook zonder niet zeggen van jou hou ik onvoorwaardelijk en van jou niet. Nee, het is zonder voorwaarden. Nu,
Als jij echt diep van binnen voelt dat je een tweelingvlam bent, dan ga je dat eigenlijk al weten vooraleer dat je er verder mee op zoek naartoe gaat. Ik wist dat bijvoorbeeld naar aanleiding van een channeling, die ook te maken had met het boek, omdat de boodschap was: als een helft van een tweelingvlam is het jouw taak om dat boek te schrijven. En dat maakte dat ik dan ben op zoek gegaan naar informatie rond tweelingvlammen, wat dat precies was en zo verder en zo meer. Maar dus jij weet beter en jij weet wie dat je bent. Wanneer je goed verbonden bent met je ziel, dan ga je automatisch dingen doen die goed voelen en dan loop je automatisch op pad die voor je eigen essentie en je eigen groei is. En hiermee verlicht je niet alleen je eigen wereld, maar verhoog je eigenlijk samen met alle andere tweelingvlammen de frequentie van de aarde. En dat is een manier waarop dat we eigenlijk de nieuwe aarde aan het vormgeven zijn, waardoor dat we nieuwe vormen van samenleven, nieuwe manieren van healen, nieuwe manieren van onderwijs en zo meer en zo verder kunnen gaan vormgeven en zullen vormgeven. Waardoor dat die geheime samenleving en manipulaties of misbruiken, die worden geëlimineerd en geheeld. Dus dat is logisch dat licht, hoe meer licht en hoe meer liefde dat er naar boven komt, hoe duidelijker het is waar dat er nog schaduwen en donkerte is. Dus wees dan niet bang voor die schaduwen, maar besef gewoon dat door het feit dat je helderder gaat gaan stralen en dat je veel meer die liefde gaat gaan omarmen, dat alles wat eerst in instantie in jezelf nog in schaduw en weggeduwd wordt, dat dat in liefde naar boven mag komen om te getransformeerd te worden en geheeld te worden. En op die manier maken we ruimte voor nieuwe templates. Maken we ruimte voor eenheid, voor die harmonie, voor balans, voor vrijheid, voor onvoorwaardelijke liefde en overvloed voor elke ziel op aarde. Niet alleen voor een select aantal waar dat al die jaren, eeuwen lang geweest is. En uiteindelijk, dat is ook mijn wish come true. Dat is mijn wensvervulling. Sinds dat ik al heel klein was, toen mensen vroegen wat ga je later doen of wat ga je doen. Ik zei, ik ben hier om de wereld, om ervoor te zorgen dat er overal vrede is op de aarde. En toen lachten ze. Maar nu begrijp ik natuurlijk waarom ik dat toen zei. Maar vooral dat we zover zijn, is er nog veel werk aan de winkel, aan de innerlijke winkel, elk voor zichzelf. Want uit de eigen ervaring kan ik ook zeggen dat er altijd weer een nieuwe laag is waaraan je mag gaan werken. Als ik terugkijk naar 8 jaar geleden, als ik zelfs gewoon terugkijk naar een jaar geleden, dan zijn er constant diepere lagen dan van onszelf dan mogen gaan aankijken. En ik ben niet meer die persoon die ik was 8 jaar geleden. Ik ben ook niet meer de persoon die ik was 2 jaar geleden. Ik ben elke dag meer en meer beter aan het worden in gewoon mezelf zijn. En gewoon mijn authentieke zelf delen met jullie, met de wereld. Mijn gaven en talenten gebruiken in dienst en in service van ieders hoogste goed. En je zou kunnen zeggen van ja, komt er dan nooit geen einde aan? Ja, uiteindelijk komt er wel een einde aan. Maar het grootste verschil is naarmate je verder op dat pad loopt, dan dat de periodes waarin dat het goed gaat, dat je goed voelt en dat je niet echt iets moet aankijken, zijn veel langer. In het begin gaan die heel snel elkaar opvolgen en vraag maar aan iedereen die met mij samenwerkt heeft. Dan is dat heel uitdagend, dat is heel lastig en heel vermoeiend. Maar op een bepaald moment komt er eigenlijk een soort van void waarin je de ruimte krijgt om even gewoon te zijn zonder meer. Nu, al die dingen die zijn er zodanig dat je mentale, emotionele, energetische en fysieke lichaam verder gaat gaan reinigen. Want zeker als je tweelingvlam bent, dan is het eigenlijk een extra geschenk dat je krijgt. En je kan eigenlijk die vlam waar dat jij bent, tweelingvlam, en die connectie gebruiken om al je ballast met de grond plat te branden. En dan heb ik het ook over de vlam van die passie, van die onvoorwaardelijke diepe liefde. Dat helpt ervoor om echt nog meer naar jezelf te gaan kijken. En te gaan kijken van, oké, wat heb ik hier nog meer, zeker wanneer dat er zaken getriggerd worden, van wat heb ik nog meer te gaan doen. En het maakt ook niet uit waar dat jouw tweelingvlam doorheen gaat, want jullie hebben eigenlijk in het begin elk je eigen pad te volgen. Zelfs ook wanneer je al een eenheid bent. Jullie hebben eigenlijk elk je eigen stuk te doen vooraleer eenheid kan plaatsvinden. En zolang jullie elkaar eigenlijk te veel kunnen beschadigen met je eigen ballast, dan zal die eenheid on hold gezet worden, op pauze gezet worden. Dus het samenkomen van jullie energieën zal op pauze gezet worden. En dat is vaak ook de reden waarom dat bijvoorbeeld wanneer je vrouwelijke energie bent, wanneer dat de mannelijke energie door heel veel ballast en worstelingen gaat, dat het soms gebeurt dat je dan eigenlijk op dat moment de andere niet meer voelt, energetisch gezien. En dat is niet erg, want op dat moment is het eigenlijk ter bescherming van jouw energie. Omdat niet de bedoeling is dat jij inboet aan jouw kracht, dat jij jouw licht minder fel laat gaan schijnen om de andere te helpen, want uiteindelijk help je daar niemand mee. Het is belangrijk dat je sterker in je kracht gaat staan. En dat je wanneer dat mensen inderdaad getriggerd worden, dat je gewoon nog feller gaat gaan stralen.
dat je nog meer liefde gaat gaan delen en geven. Want net dat gaat hen verder helpen om hetzelfde te gaan doen, om die liefde aan zichzelf te gaan geven. Weet ook dat universum, dat er eigenlijk een gans team is voor jouw groei, voor de groei van jouw tweelingvlam en zelfs voor jullie connectie. Dat er voor elke missie die je hebt een volledig team is. En dus dat je eigenlijk kan zeggen dat het universum jou leidt en jullie proces ook stuurt. Dus als je wil meegaan in die flow en in die stroom, stop dan met controleren en vertrouw op het proces. Zelfs ook al als je deze video bekijkt en geen tweelingvlam bent, maar bijvoorbeeld lichtwerker of wat dan ook, vertrouw op het proces. Er zijn geen vertragingen, want ook die zijn eigenlijk altijd maar gepland volgens de goddelijke timing of universele timing. Dus stop maar focussen op de ander en werk aan jezelf. Waar je ook tegenaan loopt, welke obstakelen je hebt, kijk eens in hoeverre dat komt van jij die te veel focust op de buitenwereld, op externe zaken buiten jezelf. En breng je aandacht en je energie terug naar jezelf. Nu ben je geen tweeling van, maar heb je een relatie met uitdaging, dus met een soulmate. Of wil je een high soulmate relatie aantrekken, dan ook dan is eigenlijk hetzelfde advies. Werk je ballast vast, weg. Laat die toren, die bescherming die je hebt opgetrokken door geen verschillende levens, laat die afbranden en open je hart voor liefde. Dat is de enige weg om echt in die vrijheid, geluk en harmonie te gaan leven. En onthoud, je kan eigenlijk maar pas iets helen als je het voelt, als je er bewust van bent, als je er inzichten over hebt. Dus reinig jezelf, heel jezelf, laat alles naar de oppervlakte komen om je wat eigenlijk, jouw zijn, jouw energie volledig te gaan zuiveren. Hieraan gekoppeld zou je zelfs misschien kunnen afvragen, ja, maar Lindsay, wat kan ik dan doen als ik alles al doe wat je zegt? Ik ben al mezelf aan het healen. Hoe kan ik bijvoorbeeld dan mijn partner ondersteunen in het healen van zijn of haar wonden? Want natuurlijk is het ook zo, onze partners zijn ook zielen die getriggerd worden en die soms heftig reageren vanuit hun eigen kwetsheden en ervaring uit het verleden. En niet alleen partners, ook kinderen, ouders, zussen, broers, tanten, onkels, iedereen waar je eigenlijk mee in contact komt. Dus ook daar, wanneer dat gaat om healen van wonden, is belangrijk dat die persoon de wonden erkent. En jij eigenlijk ook. Want door het erkennen en begrijpen van waar dat vandaan komt, kan je transmuteren, kan je transformeren. En dat kan je doen door de violette vlam aan te roepen en te vragen om je daarbij te helpen. Maar dat kan het ook transmuteren, dus zodat het getransmuteerd is, kan je het eigenlijk vervangen door gedrag. En eigenlijk nog meer een gedachte die meer ondersteunend is voor je geluk en voor je innerlijke balans. Ik zou zeggen, wanneer dat gaat over een partner, waar je een hele open en band mee hebt, of waar je inderdaad open kan communiceren, dan zou ik zeggen van laat die persoon eventueel video's op mijn kanaal bekijken. Zeker de video's vertrouwen als zielsles. Maar ook de video's rond betrekking met bedrog. Nu, in het kort, om een voorbeeld te geven, wanneer je partner bijvoorbeeld getriggerd wordt door liegen. Dat kan nu van jou, of van je kinderen, of van iemand anders zijn, dat maakt niet uit. Maar dan is dat eigenlijk verbonden met de wonden rond vertrouwen. Dus vandaar dat ik zeg, kijk naar vertrouwen als zielsles. Want wanneer dat je op punt komt dat je begrijpt dat, dat jij eigenlijk de andere niet moet vertrouwen, omdat het op dat punt niet gaat om de ander, dan kan je daar eigenlijk los van komen. Dus wanneer je daarmee geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat de ander, jouw partner, eigenlijk de vraag stelt van waar dat hij of zij zichzelf nog niet volledig vertrouwt. En waar of ligt hij of zij eigenlijk nog tegen zichzelf? Dat is heel belangrijk om daar bewust over te worden en bij stil te staan. En verder, welke verwachtingen of welke ideeën, welke overtuigingen had hij of zij over een bepaalde situatie, waardoor die dan uiteindelijk ontgoocheld werd? Want vaak is het ook zo dat we bepaalde verwachtingen hadden en dat we die niet geuit hebben, maar ervan uitgingen dat de ander dat wel zou weten of wel weet dat het zo is. En ook daar is dan weer open communicatie en het aangeven, het aanbrengen van wat je nodig hebt en wat je verwachtingen zijn, wat je waarden en normen zijn, heel belangrijk. Zeker in romantische relaties. Nu, ik heb daar al iets meermaals over gesproken in vorige video's, dus dat ga ik niet in deze video nog eens opnieuw halen. Maar de video's die in mij opkomen, die ik aanraad om zeker nog te bekijken, zijn dus vertrouwen als een zielsles, erken de kracht van je gedachten en emoties, en de video over verwachtingen en oordelen. Dus als je gewoon door mijn kanaal scrolt, dan ga je ze wel zien opduiken. Nu, sowieso zou ik zeggen,
Ook als je meer wilt weten, is het handig om door de video's te gaan zoeken. En degene voor de titel die jou aantrekt, daar is omdat er een boodschap in die video is die jou op dit moment verder gaat gaan helpen. Het maakt niet uit of dat de video is van een jaar geleden of 2 jaar geleden. Het gaat over de boodschap en die zijn altijd tijdloos. Dus ga zeker eens op ontdekkingstocht doorheen mijn kanaal. Vergeet niet te liken en te subscriben of te abonneren. En als je meer hulp, meer helderheid of richting wil met betrekking tot je huidige relatie of een toekomstige relatie, dan zou ik zeggen dat is eigenlijk het online traject zelfrealisatie vanuit je hart, gedrag en bewustzijn echt iets voor jou. Omdat door wanneer je de verbinding met jezelf weer maakt en dus met je team weer gaat gaan herstellen, ga je heel veel sneller en veel duidelijker ook boodschappen ontvangen. Bovendien ben ik zelf ook aanwezig. En als ik zie welke informatie dat er weer gechanneld wordt in die live sessies met de deelnemers, dan kan ik alleen maar zeggen, wauw, echt, het is een superkrachtig traject. Ook al zou je bijvoorbeeld niet live aanwezig kunnen zijn bij de live sessies, dan nog raad ik het jou aan om het te doen. Want de transmissies die erin opgenomen zijn, die ik gechanneld heb en dus meegeef, meedeel, zijn superkrachtig en helpen elke deelnemer in het omarmen en het belichamen van zijn eigen kracht. Vandaar dat het ook zelfrealisatie noemt. Maar allemaal vanuit het hart, allemaal vanuit die afstemming met je ziel, van die verbinding met je passie. En daar gaat het om. Hoe meer dat je de dingen kan gaan doen die alleen liggen met wie dat je echt werkelijk bent, hoe gelukkiger dat gaat zijn. En dat maakt niet uit hoeveel geld dat er op je rekening staat. Dat maakt het niet uit of dat je een partner hebt of niet. Je bent gelukkig met wie dat je bent en wat dat je hebt. En van daaruit, dat is net de clue, ga je dan automatisch veel meer dingen aantrekken. En dat is hetgeen wat ik leer. Niet alleen in dat traject zelfrealisatie, maar ook nog in die alle andere online trajecten, cursussen, 1-op-1 coachings die ik met mensen doe. Dus ik zou zeggen, ben je getriggerd? Wil je echt met jezelf aan de slag? Heb je nu dit? Sta je op het punt van, ik heb er echt genoeg van. Ik weet niet meer waar, hoe of waaraan of hoe verder. Dan zou ik zeggen, scroll nu eventjes naar beneden in die box onder deze video. Ga naar mijn website en kijk eens waar je het meeste mee resoneert en ga daarmee aan de slag. Er zijn dingen, grote prijzen, lagere, kleinere prijzen. Dus eigenlijk voor ieders budget is er wel iets. Ook zelfs de trajecten die iets duurder zijn, die hebben ook termijnbetaling. Omdat ik me heel bewust ben van dat heel veel mensen nog het niet hebben van geld gebruiken als eigenlijk een excuus om niet met zichzelf aan de slag te gaan. Dus op die manier geven mijn team en ik jezelf de kans om zeker met jezelf aan de slag te gaan. Want een investering in jezelf is de beste die je ooit kan maken. Zo, dat was het voor vandaag. Ik zie je morgen in een nieuwe. Dag!